Dan gaan we langzaam beginnen met het programma. Welkom allemaal. We zitten bij de PIW Kennisdag. Zoals jullie allemaal weten hadden we die ooit een keer live zullen doen in maart van dit jaar. Daar kwam iets van corona door. Dus toen waren we van plan weer om het gewoon, hebben een alternatief programma bedacht. Om het gewoon virtueel te doen. We hebben natuurlijk wel na de maatregelen van het Rijk van maandag wel even afgevraagd, kunnen wij dit door laten gaan? En na wat reflectie bleek dat het feit dat we hier dus nu een hele klein comité bij elkaar zitten, dat wij hier op 1,5 meter het afstand is, in een dierentuin die helemaal open is voor het publiek. Dus de locatie is niet het issue, laat ik maar netjes zeggen. En omdat wij gewoon een grote achterban virtueel bedienen, kunnen wij dit door laten gaan. Dus het is voor ons ook wel een beetje een balans van wat mag wel, wat kan wel en wat heeft het voor doel. Hè? Want het belangrijkste doel om gewoon wel aan de gang te blijven gaan, dat wordt ook door de overheden en ook door mijn eigen organisatie onderschreven. Juist om volle kracht verder te gaan. Dus wij gaan nu proberen op een andere manier op volle kracht vooruit te gaan. En vandaag doen we dat dus met een soort webinar, workshop, over plaagsoorten. En vervolgens zijn die plaagsoorten echt tot bevers vernauwd. Dus ik weet niet of de titel plaagsoorten en bevers zich helemaal tot elkaar verhouden. Want tegelijkertijd willen we ook wel bevers, maar misschien willen ze niet overal hebben. Nou, dat is nou precies het dilemma waar we het vandaag over gaan hebben met z'n allen. Hoe gaan we dat doen? Nou, dus wat we nu faciliteren is dit. We gaan over 3 weken, Bart Vonk gaat ons meenemen over droogte. Willen we eenzelfde soort setting doen. Dan gaan we even kijken hoe we dat gaan vormgeven. En dan hebben we nog over risico gestuurd BN Onderhoud, de Oscar van Dam en consorten in november. Dus ja, we gaan gewoon door. En daarna, een stipje van de sluier, gaan we waarschijnlijk gewoon door richting de kennisdag van volgend jaar. En die staat gepland op 18 maart 2021. En die organiseren we gewoon vrolijk in 2 vormen. Een fysieke vorm en een hybride vorm. En we laten wel gebeuren wat ons gebeurt, zeg maar. In hoeverre we het fysiek kunnen houden, hoeverre we het hybride kunnen houden. Ik moet zeggen, het voordeel van virtueel heeft ook wel het voordeel dat wij, als we het niet te lang houden, dat wij gewoon veel mensen hebben die het bijwonen. En ik moet zeggen, ik vind virtueel ook wel weer zijn charme hebben, omdat je kan even naar onder. Hè? Vroeger deden we 4 workshops parallel en dan moest je zelf kiezen en moesten wij ook kiezen. En mochten we ook nog modereren, dus dan miste je gewoon 4, 5 leuke verhalen. Nou, en het voordeel nu is dat je in principe alle leuke verhalen zelf kan meemaken. Dus dat was het welkom, min of meer, denk ik. We gaan inhoudelijk. Aan mijn linkerkant zien jullie Hanneke Kloosterboer. En Vilmar Dijkstra. Mijn naam is Ludolf Wenthold. Ik werk bij de STOA. Ik ben programmacoördinator waterveiligheid. En dit feestje wat jullie vandaag meemaken is eigenlijk een Rijkswaterstaat STOA feestje. Want het valt onder de vlag van PIW. Professionalisering instandhouding waterkering of professionalisering inspectie waterkering. Het is ooit vanuit inspecties begonnen. En eigenlijk gaat het eigenlijk gewoon over inspectie instandhouding. En de essentie van het hele PIW-programma is dat we zowel vanuit waterstaat en vanuit de waterschappen, eigenlijk gericht vanuit het beheer, dus we zijn niet aan het kijken naar het toetsen, we zijn niet aan het kijken naar het normeren en we zijn niet aan het kijken naar het versterken, maar dat we vanuit het beheer aan het kijken zijn, wat kan je nou bijdragen aan een beter professionele beheer en wat kan je vanuit het beheer geregeld hebben om je kering, zeg maar, in dit geval je waterkering, zo goed mogelijk in stand te houden en dat je kan bijdragen aan het veiligheidsorde. En we hebben het idee dat 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 is het grote kracht in ieder geval van de beheerders. En waterschappen doen dat geloof ik al vanaf 1200, doen ze dat eigenlijk al. Maar die hebben dat nooit echt verwaard, laat ik maar zeggen. Ze doen gewoon allemaal stinkend hun best. En wat we hiermee proberen met het PIW-programma is gezamenlijk dat op te pakken en te zorgen dat het hele beheer, zeg maar, van je object, van je kering, dat beter verwaard wordt en ook transparanter en eenduidiger is. En dat iedereen ook weet wat er precies gebeurt. Dat is eigenlijk de filosofie achter professionalisering in standhouding waterkering. Vorige keer hebben we dus daarover een sessie gehad over plaagsoorten, maar dan meer vanuit
de plantenhoek. En vandaag hebben we het meer over plaagsoorten in zijn algemeenheid. En vervolgens, omdat mijn collega Bas samen met Dolf morgen een verhaal houdt over, een webinar houdt over rode rivierkreeftjes. Waar vast ook nog wel ruimte is tussen 10 en 11. Dus wie iets met rode rivierkreeftjes wil doen in een webinar, zou ik zeggen, ja, nog een keertje inloggen morgen. Via de website van de STOA en de Unie kom je geheid bij de rode rivierkreeftjes terecht. Maar vandaag gaan we het hebben, SEC, over bevers. En we willen gewoon de bevers van alle kanten gewoon objectief belichten. Kijk, daar voor ons staat een mooi exemplaar. Hanneke zal waarschijnlijk zo wel uitleggen hoe dat mooie exemplaar hier terechtgekomen is. Schat ik zomaar in. Dus, welkom allemaal. Nu is denk ik na deze intro is het de tijd om Hanneke even zichzelf te laten introduceren en daarna Vilmar. Hanneke, mag ik jou het woord geven? Ja, welkom allemaal. Leuk om jullie op deze manier mee te mogen nemen in bevergraverijen en waterkeringen. Het is een onderwerp wat mij dicht aan het hart ligt, omdat wij met enige regelmaat te maken hebben met bevers in de waterkeringen. En hoe ga je daar nou op een relatief vriendelijke manier mee om, zodat je wel de veiligheid bewaart, maar dat je ondertussen ook er met de bever goed uitkomt. Ik heb inderdaad vanochtend de bever meegenomen. Die staat hier nu voor ons. Het is een bever die ooit bij AMA's in een fuik terecht is gekomen voor een visonderzoek. Dat was ook nog in de tijd dat we eigenlijk het heel bijzonder was dat de bever bij ons in het gebied was. Nou, inmiddels is dat heel anders. Hij heeft het helaas niet gered, dus vandaar dat hij vandaag met mij meekomt. Het is wel, we hebben er wel voor gezorgd dat die visfuiken vriendelijk, bevervriendelijk ingericht werden. Dus er is een luik in gemonteerd, waardoor het daarna niet meer heeft kunnen gebeuren, gelukkig. Maar hij mag vandaag met ons mee. We zullen nog veel meer plaatjes van bevers gaan zien en hoe we daarmee omgaan. Vilmar neemt ons zometeen mee in een verhaal over hoe gedraagt de bever zich nou eigenlijk. Op wat voor manieren komen we met ons gebied tegen en hoe kun je daar qua inrichting en beheer mee omgaan. En daarna wil ik jullie meenemen in de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan. Dat is voor mij namelijk best een zoektocht geweest om te kijken, wij hebben de bever in ons gebied. We hebben hem op verschillende plekken in of nabij de kering. Hoe kun je hem nou opsporen? Wat zijn daar methodes voor die goed werken? Nou, dat bleek aan zich al een flinke zoektocht te zijn. Dus ik heb een hele rij gemaakt met allerlei onderzoeken die zijn uitgevoerd. Het is waarschijnlijk verder van compleet, dus ik hoop dat jullie mij ook aanvullen. En op basis daarvan kunnen we ook met elkaar in gesprek om te kijken van nou, hoe kom je er nou achter waar die zit? Zodat we daarna kunnen gaan doorkijken naar wat voor acties ga je daarop ondernemen dat we de veiligheid goed kunnen garanderen. En we hebben ook nog de cliffhanger die ik in mijn allereerste filmpje aankondigde. Nou, daar mogen we straks, dat duurt nog maar anderhalf uur en dan weten jullie waar het over gaat. Maar het is in ieder geval iets waar ik heel blij mee ben en wat mij ook helpt in het vergaren van kennis.